allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Tips van de Meisjes van de Tips. Ik ben Madeleine en ik werk in Voorthuizen. Achter mij collega Angelique, zij werkt in Garderen. Vandaag gaan we op bezoek in Zwartebroek. Helaas kan ik er niet bij zijn, want ik ga zo naar de Pipowagen, want die mag gelukkig weer open. Maar collega Angelique, veel plezier! Teunie, de gastvrouw van de Belleman. Vertel mij daar eens wat meer over. Ja, de Belleman. Een mooi dorpshuis voor Zwartebroek en Te Schuur. Ik doe dit sinds 1 januari 2003. Mooi gebouw, in de loop van de jaren ook verschillende keren uitgebreid, aangepast. Helaas door de corona heeft het momenteel een andere functie. Wij waren voorheen voor feesten en partijen en ook voor vergaderingen. Dat is nog wel, maar feesten en partijen helaas niet. Dus we zijn nu vanaf 1 juni gestart met een bistro op de vrijdag en de zaterdag. De lunch vanaf 12 uur en vanaf 's avonds om 6 uur een diner. En dat kan altijd beter natuurlijk, maar we mogen tevreden zijn. Het loopt goed, we krijgen heel veel leuke reclame. Mensen vinden het leuk, van nou, je blijft niet zitten, je gaat toch wat doen. Het is ook een gunfactor. En ja, Zwartebroek Te Schuur is gewoon een heel hechte gemeenschap die ook de Belleman in die zin ook gelukkig ook steunt. Wat een mooie zaal heb je hier, de Eendracht. Ja, een hele mooie grote zaal met ook een eigen bar zit daarin. We hebben een podium, een beamer, scherm, van alle gemakken voorzien. Een plafond wat omhoog en naar beneden kan. Dus ja, er oefent hier ook van alles wat in, maar ook voor de feesten en de bruiloften, zeg maar. We hebben in Zwartebroek een heel mooi buitengebied. En we dachten al eigenlijk als met een paar vrijwilligers om iets op te starten voor een kompad waar al verschillende waren in het hele land. En we hebben daar heel veel tijd en energie in gestopt om een heel mooi kompad voor elkaar te maken. En dat is eigenlijk best prima gelukt. Want we hebben wat dat betreft een prachtig buitengebied in Zwartebroek. Met hele mooie weilanden en bossen en wallen. En je kunt nog ook een beetje de structuur van Zwartebroek zien door dat er vroeger hier turf gestoken is van die rechte wegen en die rechte paden. Maar wat dat betreft hebben we ja, met een aantal vrijwilligers een heel mooi klompad gerealiseerd. Ja. Ik heb het gezien, ik heb hem zelf ook gelopen. Ik vind hem echt heel prachtig, heel divers ook. Is echt voor de liefhebbers, hè? Ja, zeker voor de liefhebbers. Zomers hoef je je laarzen nog niet aan, 's winters vaak wel. Want het is heel drassig en nat. En dat is ook broek, hè? Laag is het hier. Maar ja, het is heel divers. Hè? Ook soms een poosje in het bos, maar ook een poosje langs door de weilanden heen. Door de maïs heen zelfs nu. Nou, dat is echt fantastisch. Dat, ja, zeker aan te raden, ja. Dan hebben we het natuurlijk over klompenpad. En dat is misschien voor ja, mensen die moeilijk ter been zijn wat lastiger. Zijn daar alternatieven voor? Jazeker. Je hebt natuurlijk ook fietsroutes met allerlei knooppunten. En dat is in Zwartebroek zijn er genoeg. Hè? Zoek ze maar op in het boekje en ze zijn er zat. Hè? Ja, en dan zie je het ook. Ja, dan hoef je het hele stuk niet te lopen. Kan je hem fietsen. Hè? Er zijn veel mooie plekken, maar een van de mooiste plekjes is wel echt hier het Vrouwveen. Dat is echt een natuurwandelgebied waar je in kan lopen. Prachtige stilte. Je hoort nu ook al helemaal niks. En dit is ook echt een wandelpad wat je gewoon door de week of het weekend prima kan lopen. En dat is een van de mooiste plekjes van Zwartebroek. Ja. Vrouwenveen heet het. Herbert, het beeld Turfsteker. Vertel er wat over. Ja, je bent in Zwartebroek bij de Turfsteker. Nou, dat is het beeld wat hier voor Zwartebroek staat. Dat komt eigenlijk omdat heel vroeger in Zwartebroek turf gestoken werd. En dat is ook de reden waarom hier de Turfsteker staat. En daar leent zich ook de naam Zwartebroek vandaan. Die komt er ook vandaan. En je kunt het nog wel zien als je hier bepaalde wegen doorrijdt, dat zijn allemaal rechte wegen. Want vroeger staken ze de turf af en dat werd allemaal in strepen gedaan. Dus dat is toch de oorsprong van dit dorp. Kan je iets vertellen ook over de Stichting Ter Broek? Daar komt ook de naam Ter Broek weer naar voren. En ik zag dat ook al terugkomen bij de klompenpaden. Dus ik ben wel even nieuwsgierig. Hoe komt dat nou? Nou ja, kijk, als je naar Zwartebroek kijkt, dan is dat eigenlijk ook verbonden aan Te Schuur. Zwartebroek en Te Schuur zijn Ter Broek,
Terschuur en Zwarte en Terbroek, de broek van Zwarte Broek. En ja, het unieke van onze dorp is dat wij een hele hechte gemeenschap zijn. En dat komt ook uit oorsprong uit de Stichting Terbroek. Die organiseert iets van 17 activiteiten per jaar. Waaronder een groot oud en nieuwfeest, Koninginnedag, volleybalfeest. Maar ook voor kinderen hebben we activiteiten. Of voor de ouderen, dus een seniorendag. Dus dat betekent dat we de bevolking binnen Terschuur Zwarte Broek, die nodigen we uit voor allerlei activiteiten. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een hele hechte gemeenschap zijn. Dus Terschuur Zwarte Broek horen eigenlijk gewoon bij elkaar door het woordje Terbroek. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En als je dit leuk vond, deel, like, volg, afhankelijk van welk kanaal je ons gekeken hebt.